Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Hier en daar nog wat bewolking boven Nederland, maar er is ook al ruimte voor opklaringen. En die opklaringen winnen meer en meer terrein. Er kan ook nog wat nevel voorkomen, maar daarna gaat het de zon steeds vaker schijnen. En vanochtend is het droog, de temperatuur loopt langzaam op na een koude start, naar een graad of vijf. Vanmiddag komt daar nog wel het een en het ander bij. Dan worden het 10 of 11 graden. Met wolken, maar zeker ook ruimte voor de zon. En de zon heeft vaak een groot aandeel. Er staat weinig wind. Een heel kleine kans op een bui in het uiterste zuiden van het land. Ook vanavond opklaring en dan is het droog. En de temperatuur gaat omlaag naar 4 tot 6 graden. Het blijft heel rustig met de wind. En de nacht gaat opnieuw koud verlopen met temperaturen rond 0. Morgen wordt het dan weer 11 of 12 graden misschien wel. Met geregeld zon daarbij, ook wel wat wolkenvelden. Het is droog. De wind is nog altijd rustig, maar verandert wel van richting want het wordt noordwestelijk. De dagen daarna blijft het rustig voorjaarsweer. Met niet al te veel wind, vaak de zon. Het blijft droog en de temperaturen lopen nog wat verder op. Zaterdag wordt het gemiddeld 13 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.